Carlo Spijers, projectmanager bij WoonPlus. We staan in de Heinsjestraat in de wijk Nieuwland. Ja. Het lijkt wel een metamorfose. Wat is hier gebeurd? Hier is heel veel gebeurd. Wij hebben 3 complexen opgeknapt. Groot onderhoud gepleegd en ze verduurzaamd. En all electric gemaakt zelfs. Wat betekent dat voor een leek in gewone taal? In gewone taal. De keuken, douche, toilet is vernieuwd. Maar dat is niet het belangrijkste wat we hier gedaan hebben. Mensen hadden hier een gashaard, gijzer voor warm water. En we zijn overgestapt naar warmtepompen en zonnepanelen. Dus all electric gegaan en mensen koken ook niet meer op gas. Nou ben ik hier opgegroeid, maar het is maar 1 straat, de Heinsjestraat. Waarom die andere nog niet? We hebben 3 complexen gedaan. Over die andere complexen die hiernaast staan, die ook van WoonPlus zijn, wordt nog nagedacht. Of het sloopnieuwbouw wordt of een dergelijke ingreep als deze. Stonden deze flats ooit niet op de nominatie om gesloopt te worden? Ooit wel, ja. Dat is lang, heel lang geleden, maar dat is wel zo geweest. Ja. Waarom is dat dan weer veranderd? Vooral om woningen bereikbaar te houden voor de doelgroep. Ja. Nou zeggen de mensen van, nou allemaal hartstikke leuk die duurzaamheid. Het moet wel betaalbaar blijven. Wat betekent dat voor de huur van deze inwoners? Mensen hebben een huurverhoging gehad. Omdat ze over zijn gestapt naar warmtepomp en verduurzaming. De besparing die ze dan maken, omdat ze een beetje zelfvoorzienend zijn geworden. Die gaan ze wel terugbetalen in de huurverhoging. Dan toch even die warmtepomp. Hè? Mensen denken van, ja, we komen aan een buis te liggen met warm water. Hoe werkt dit nou hier? Dit is niet op stadswarmte aangesloten. Dit is een all-electric woning. Dus een warmtepomp die haalt uit zijn ventilatielucht de warme lucht uit de woning. Wisselt die uit naar water. En die stopt weer in verwarmingselementen, waardoor de woning verwarmt. De slaapkamers hebben wel een elektrische verwarming. Dus die zijn niet aangesloten op de warmtepomp. Maar omdat dat weer meer stroom kost, hebben de woningen zonnepanelen. Nou, willen jullie ook in Groenhoort flink aan de slag, van het gas los? Zijn dit dan voorbeeldwoningen? Dit is wel een voorbeeldwoning om van gas los te kunnen. Maar in Groenhoort gaan we op het warmtenet, dus wordt het niet all-electric. Carlo, niet alleen binnen is er een hoop veranderd. Zoals gezegd, ik ben hier opgegroeid. Het is onherkenbaar, de buitenkant. Wie heeft dat dan bedacht? Ja, er is een architect aan het werk gegaan. We zijn zelfs langs welstand geweest. Vandaar dat ook de horizontale banden erin zitten. De hele buitenkant is aangepakt omdat hij geïsoleerd werd. En hebben we meteen gebruik gemaakt om het beeld even op te knappen. Nieuwe balkonhekjes, nieuwe kozijnindeling. Gewoon een complete wijziging. Servet Thuser, sociale begeleider. Wat doe je dan, Servet? Ik behandel de uitverhuizingen binnen het project. En dan zorg ik voor een passende woning als mensen niet in de woning kunnen blijven. En dan moeten we denken aan probleemgezin of probleemonderwerpen. En daar bied ik ondersteuning. Nou goed, deze mensen moesten hun huisje uit. Waar begint het dan mee? Ze hoeven er niet allemaal uit huis. Hè? Puur alleen maar voor de mensen met kinderen, gezinnen met kinderen of met een medische beperking. Die benader ik eerst. Doen we eerst een intake. Dan kan ik in ieder geval gaan kijken van is iemand wel rijp om tijdelijk in een andere woning te plaatsen. Dan wordt het eventueel naar een wisselwoning verplaatst. Mopperen mensen nou tijdens zo'n proces? Altijd. Maar, waarover? Nou, meer omdat het lang duurt of dat ze niet mee eens zijn dat ze weg moeten. Maar uiteindelijk zijn ze allemaal tevreden over het proces. Maar ja, zoals je ziet ook het resultaat. Ja.